U ziet hier 36 aanvulzinnen van het examen spreekvaardigheid A1. U gaat 36 foto's zien. Bij elke foto staan 2 zinnen. De tweede zin is niet af. U moet de tweede zin aanvullen. Meestal is 1 woord genoeg. Succes! Caro gaat vaak met de bus naar school. Soms gaat ze... Scott doet een opleiding. Hij vindt leren... Ik eet graag brood. Ik hou niet van... Nick wil naar zijn familie. Hij reist met... Marco heeft zin in koffie. Hij wil ook... Tara wil een motor kopen. Een motor is... John houdt van paarden. Hij vindt paarden... Salih is bakker. Hij werkt meestal... Frank leest de krant. Hij leest over... Barry is geslaagd voor zijn examen. Hij krijgt... Chris heeft een computer. Hij gebruikt de computer om te... Peter maakt machines. Hij werkt vaak... Mia maakt zelf kleren. Vandaag maakt ze een... Said heeft vakantie. Hij gaat... Die sinaasappel is oud. Je moet de sinaasappel... Het is zondag. Eva gaat op zondag altijd naar...
Pascal vindt zijn werk moeilijk. Hij wil... Aaron is dokter. Hij werkt... Rian heeft weinig geld. Hij werkt... Jamal woont in een flatgebouw. Hij wil graag... Judy leest een tijdschrift. Soms leest ze ook... Ik drink geen alcohol. Ik drink wel graag... Karel gaat met zijn dochter naar de dierentuin. Ze kijken naar... Dael heeft veel geld. Hij werkt... Orma heeft leuke buren. Ze gaat met haar buren. Is dat boek leuk? Ik wil het boek ook graag. Kevin heeft huiswerk. Hij moet veel... Alice werkt in een ziekenhuis. Zij is daar... Ik ben ziek. Ik ga morgen niet. Lin zoekt werk. Zij gaat naar... Olga is ziek. Ze moet... Finn kijkt nu televisie. Hij gaat straks... Rasha werkt op een kantoor. Het kantoor is... Ik wil zieke mensen helpen. Ik vind dat...
Kevin werkt in een restaurant. Hij maakt vandaag... Mariam kookt voor Dina. Mariam maakt... Dit waren 36 aanvulzinnen van het examen Spreekvaardigheid A1. Dit materiaal is gemaakt door AdAppel Taaltrainingen. Succes bij het examen!